de mensen die hem altijd ingezet heeft. Ik heb de burgemeester, zeg maar Jeff, vrij goed gekend. En ik weet ook, dat je graag een crème kan eten. Vanille en chocolade, geloof ik. Vanille en chocolade. Ja, ja. Ik heb al het horen vertellen, als er een crèmerie stond en er waren vrouwen, betaalde niet iedereen een crème. Hé, hey, dan geeft die vrouw een zammelijk crème. Zo is het. Ik heb Jeff eigenlijk leren kennen als kind. Herinnering, dat is mijn eerste herinnering aan Jeff Kleren. Dat we bij Vika stonden en dat Jeff arriveerde met zijn auto. De rijen schoven en zei: geef die mensen hier allemaal een crème voor mij. Dat is zo als kind mijn eerste herinnering. Ik vroeg aan mijn man: wie is dat? Ah, dat is Jeff Kleren. Dus dat was test Jeff natuurlijk. Hè. Als je Jeff tegenkwam aan de frituur of in de crèmerie, en ik heb dat als kind vaak meegemaakt, en Jeff stond achter u, dan was de rij voor hem altijd getrakteerd door Jeff Kleren. Zeg, wat je hier moet hebben, hè. Dat is voor mij, hè. En de andere mensen ook, hè. Zijn zuster die had een bakkerij achter de grote kerk. En het was ook zo, als de dik vuur, of just gelijk bij Jeff in de winkel stond, dan zei Jeff wel, geef die mensen niet allemaal een half fly, ik betaal dat. Ja, zijn zus was een bakkerij, hè. In zijn familie zei... Allee, eet vlaai, eet. Jeff, nee, je wil geen vlaai. Allee, je moet vlaai, je moet vlaai. Al die mond wel opengebroken voor het daarin te steken. Ja, dus als er zo'n extreem warme zomer was, like een ogel voorvalt, dan gingen de werklieden, dus die aan het werken waren, hè, dan gingen daar met zijn auto die wat bevoorraden. Dan kregen die wat drank, wat verfrissing. En like je zei, ik ben de vriend van elke dag. Ja, Jeff heeft altijd heel dikwijls op de terrassen pintjes getrakteerd. En hij liet dat ook graag horen als de mensen in zijn buurt waren. Van, allee, we gaan hier een drinken, drink maar een op mijn kosten. Dat is eigenlijk niet iemand die in de eerste plaats egoïstisch is. Ook al kan je soms zeggen van politici dat ze dat waarschijnlijk altijd een beetje zijn. Maar ik denk dat bij hem toch wel niet zo. Nog steeds, als Jeff ziet... is altijd goede dag tegen hem. Een heel toffe man, nou nog op deze leeftijd. Ik denk dat hij een van de meest populaire personen aller tijden in de geschiedenis van deze stad is. Hij is gewoon een wereldberoemde truienaar. Iemand die Jeff niet kent, die kent zijn truien niet. Dat is altijd mijn uitspraak geweest. Als je ergens naartoe ging, en naar een andere provincie of zo, en de mensen vroegen van waar zijt jij van zijn truien? Ah, van het fruit en van Jeff. Jeff staat altijd tussen het volk. En vooral op de voetbal. Jeff was echt een voetbalfanaat. In zijn trein zeggen ze, als je hem opensnijdt, dan kun je wel een voetbal uit. Voetbal en politiek moest hem kunnen kiezen. Ik denk niet dat hij hem kan kiezen. Ik denk dat hij gepassioneerd is door beide. Hij zit daar ook altijd weer, wind, zon. Jeff is present. Ja, een heel aimabele man die het heel goed voor had met de stad. En zo zit Jeff eigenlijk in mijn herinnering vooral. Ja. Lieve Jeff, 50 jaar heb je je ingezet voor onze stad met heel veel passie en met heel veel engagement. Dank je wel daarvoor. In naam van alle truienaren zou ik zeggen. En in mijn persoonlijke naam als burgemeester. Ik hoop dat we nog heel vaak van mekaars gezelschap kunnen genieten. Dank je.